We gaan eventjes weer een video starten. We zijn hier te Zwollywood. En dan doe ik even de deur open. Dan wil ik de attebe. Dan wil ik de verlichting. Zeer, niet zeer onbelangrijk. En dan, ja, wel lang geleden dat we met zo'n buffel hebben gereden, wat jullie. Echt wel een poosje geleden dat we hier in de buffel hebben gezeten. Misschien van de andere kant even, omdat we niet elke keer die, zo. En niet elke keer die mensen in beeld lopen. Gadverderrie, wat irritant. Ja, nee, ik zag het denk ik niet op tijd, Christian. Maar dat maakt niet uit. Misschien dat het scenario hierna nog kunnen doen. Want het scenario van Eemshaven, dan was dat natuurlijk ook een goed uurtje, denk ik. Dus we houden sowieso tijd over. Uit mijn hoofd. Dus, ja, het is Zwolle Kampen. Zwolle, inderdaad. Even kijken of de koersborden trouwens ook op Zwolle staan. Nee. Heel vervelende piepje ergens. Zuidbroek, Zutphen, Zwolle. En het gekke is, dames en heren, dat als ik momenteel weer naar mijn load kijk van mijn videokaart, die is momenteel 45. So, I don't actually know. Wat is hier nu dan? Ga even naar de buffel kijken. Wat wordt de load nu? Hetzelfde. Oké. Okay. Het zal. Ga volgende eens naar Duitsland of Oostenrijk. Tip. Ik zal even kijken, Bert, wat allemaal te vinden is. Nee, geen tegenverkeer. Dat is inderdaad wat moois, inderdaad. Nou. Zo ook de rem, dus vanaf aan. Anders gaat het denk ik helemaal niet vooruit. Yeah, let's go. Normaal gesproken moet ik bang zijn dat ik niet te snel rijd. Maar met deze buffel lijkt me dat op zich niet heel erg gebruikelijk dat je te snel rijdt. Oh shit, ik rijd te snel. Ik vind trouwens wel dat de buffel een van de mooiere tyfonen heeft. In dit, van de treinen die, hey, hallo! Zijn we aan het doen, joh? Gekke wous. Ja, is goed. Met jou? Die rijdt goed om de trein in. Dat is niet netjes, hè? Nou ja, even optrekken. Nee, maar als je naar de tyfoon luistert, kijk, vaak zit ik wel een beetje een vraagteken bij de tyfoons die Chris maakt. Maar deze, oprecht, 1-op-1, heerlijk. Ja, bestuurders van tegenwoordig, ja, gatsie derry. Allemaal zoveel haast ook volgens mij. Rail kan ons een keertje met de sterrenflirt. Moet even kijken. Het mooie is, we hoeven niet te stoppen natuurlijk bij het andere station. Dat is wel fijn. Lekker buffelen onder de draad. Maar dit blijf ik leuk vinden. Ja, inderdaad. Gewoon lekker dieselen onder onder de elektra. Ja, Stadshagen inderdaad. Dan hoeven we inderdaad niet te stoppen. Heerlijk. Ik denk trouwens niet dat we de 140 gaan halen, in alle eerlijkheid. Denken jullie dat we 140 gaan halen in dit hele verhaal? Ik denk het niet. Wat denken jullie? Voordat we moeten afremmen, halen we 140 of halen we dat niet? Nee. Net wel met geluk. Oké, we gaan het zien. Ik heb oprecht zelf geen idee. Kijk, graag had ik nu willen optrekken. Maar dat gaat dus niet, want we mogen hier nog maar 100. Anders hadden we dit stukje heuvel kunnen gebruiken, zeg maar. Om
een beetje vaart te krijgen, maar mag niet. Maar veel mensen denken van niet. Vind ik op zich ook niet heel gek hoor dat ze dat denken. Ik kan ze het niet kwalijk nemen. Alright, alvast even tractie geven. We kijken al hoe ver we komen. Het gaat in ieder geval niet bijzonder snel. Dat weten we in ieder geval. Deze trein niet een van de allersnelste op aarde is. Het is wel wat als het ding boven de 100 uitkomt. Dat vind ik al gaaf. ...110, nou dat hebben we al gehaald. Vind ik al heel wat dat we 110 hebben gehaald. Zo even een drive-by ondertussen. Go Buffel! Yes, let's go! Wie gaat allemaal de ICNG kopen dinsdag? Ik, hè? Nou ja, kijk, voor de mensen die zeggen ik niet, kan heel goed zijn dat ze misschien geen train simulator hebben natuurlijk, hè. Laten we wel zijn. ICNG, poggers. Wel jammer dat die net naar mijn vrije weekend uitkomt. Volgens mij, en dan even uit mijn hoofd, volgens mij is er nog nooit echt een trein uitgekomen in het weekend. Maar, oh, 140! Holy crappers, we rijden 140! We rijden te snel! We hebben het gehaald! Maar goed, anyways. Volgens mij is het nog nooit zo geweest dat een trein in het weekend uitkwam, in ieder geval. Na mijn weten. Dacht ik. Uit mijn hoofd. De dienstrichting is op 100 gebaseerd. Ja, misschien dat we daar een beetje te vroeg aankomen, maar niemand zei in het scenario dat we 100 moesten rijden, of wel? Maar, leuk dingetje wat ik dus wil vertellen. Dit is volgens mij, de ICNG, is de snelst rijdende trein die Chris gereleased heeft, volgens mij. Want alle treinen die Chris gereleased heeft, waren volgens mij allemaal iets van, ja, hoe gingen die? 140 of zo, maximaal? Iets van 140? Daar houdt het wel een beetje mee op, toch? Dammit, Clip, je hebt mij. Oké, wacht. De snelst echt rijdende trein. Dus de meest snelle non-fictie trein. Laat ik het zo zeggen. Yeah. De snelst rijdende non-fictie trein. Ja, want de jettrein die gaat inderdaad wel belachelijk snel, inderdaad. Dat klopt. Wel leuk dat we met het ding gewoon lekker kunnen buffelen nu. Maar ja, we laten hem al eventjes afremmen. Of uitrollen. Want we zijn toch momenteel heel erg vroeg. Als je kijkt dat we pas 3:09 terug hoeven. Ja. Er staat hier nergens dat wij daadwerkelijk 100 km per uur moeten rijden. Dus sorry als ik even van ga genieten dat we hier gewoon volop kunnen rijden. Maar de oude goede tijd dat je nog afsloot met de jettrain. Oh ja, dat klopt. Dat deed ik inderdaad wel vaker. Toen deed ik ook de jettrain route uit mijn hoofd. Ja, ik rem wel. Deze buffel remt sneller dan je denkt. Lady Lisa, wat bedoel je met die 160? De ICNG die kan sneller dan 160 in ieder geval. Moet je hier niet doen, dan zeg we knalboom tegen de stoorblok
En de straat naar de knop. Ja, laten we dat maar niet doen, hè. Dat is een beetje zonde. Maar de buffel heeft altijd bij mij wel een speciaal plekje. Dat is altijd de trein geweest waarmee ik naar school ging vroeger. We moeten wel een beetje strak parkeren volgens mij, of niet, als we dit helemaal erop willen krijgen. Zo. Volgens mij staan we er net op, dacht ik. Even checken. Damn it! We hebben toch tijd zat. Zo. We hebben dan een stukje verder naar voren gekund wat dat betreft. Goeiedag, hé. Zo. Remmetjes erop. Verlichting hier uit. ATB uit. En even naar de andere kant heen. Zo. Hartstikke mooi. Waarom staat trouwens het lampje aan de verkeerde kant aan? Oh, wacht even. Is groen dan de deur die juist open? Oh ja, deuren dicht. Oké, never mind. Ik heb niks gezegd. De meeste treinen van Chris Train zijn maximaal 160. Oh, ja, dat ze maximaal kunnen inderdaad. Maar de ICNG, geloof me, die kan echt veel harder dan dat. Gelukkig. Dit past echt wel net. Je moet niet met meer bakken naar Kampenee komen in ieder geval, anders komt dat zeker niet goed. Je kunt net vier bakken, hoe heet dat? Vier bakken, ja, dit is volle kamp inderdaad, ja. Maar je kunt hier echt net vier bakken kwijt, of niet soms? Goeiedag, hé. Heel veel plek voor meer is er ook niet. Als je al nagaat hoe strak ik hierop geparkeerd sta. Goeiedag, hé. Wel een, dat is wel even goeiedag, hé. Maar ja, we mogen hier even lekker stilstaan. Dus nu we toch hier de tijd hebben. Hoe zit jullie weekend eruit, dames en heren? Gaan jullie nog wat leuks doen? Nog wat, plannen toevallig of iets in die richting? Misschien trainspotten of zo, weet ik veel. Het is juist nu ingekort in verband met de Fleur 3. Oh my god, serieus. Heb je ook alle 13 tutorial video's al bekeken? Nee, niet alle 13. Jij gaat naar Durodam morgen, dat is wel nice. Dat is wel gezellig. Bekerfinale morgen, wat voor bekerfinale heb je dan over, Christian? Paaseieren smikkelen, jazeker. Jij bent ziek, dat is wel vervelend. Ik mag tot zondagavond niks doen, heb corona gekregen, maar ik voel me een stuk beter. Fijn in ieder geval dat je in ieder geval een beetje opgeknapt bent, Bert. Dat zeker wel. Morgen komt een maatje even op visite en daarna ga ik nog een van mijn ouders voor paas een tweede paasdag eten bij andere maat. Dat is ook gezellig. Wij zijn morgen bij mijn ouders om daar even lekker te eten. Lekker te buffelen en eten. Tweede paasdag werken, dat kan ook inderdaad nog. Ja, inderdaad. Sommige mensen die moeten gewoon werken op tweede paasdag inderdaad, bedenk ik mij net. Eens even kijken, wij mogen over 1 minuutje ongeveer, mogen wij weer verder rijden. Het is hier wel druk hoor, niet in Kampen.
Oh, wow. De weg ligt vlak boven het gras volgens mij, als ik het goed zie. Ja, lekker gezellig naar mijn ouders heen, waarom niet? Ik bedoel, dat is altijd wel leuk, toch? Ah, ja, maar de trein kun je niet mooi weg zien rijden vanuit hier, helaas. Je moet echt wel iets van hier gaan staan of zo. Ga gewoon bovenop... ja, goed met jou. Ga gewoon lekker bovenop de kerktoren staan. Ik bedoel, waarom niet? Of we klimmen gewoon hier bovenop. Dat is ook wel een leuk uitzicht, denk ik. Ja, je moet het durven, hè? Kun je wel een screenshot maken. De deuren gaan nu dicht. Kom van dat dak af. Ik waarschuw niet meer. Nee, van dat dak af. Wil je 140 rijden? Zeker wel. Nou, als je ziet hoe snel wij 140 reden, is de kans misschien wel aanwezig dat we het weer gaan redden. Maar we gaan het zien. Ik bedoel, niet alle wonderen zijn nog de wereld uit. Scheuren naar Swollywood. Ja, inderdaad, ja. Nou ja, we reden al 100 bij Stadshagen. Ja, dat is inderdaad wel het dingetje, inderdaad. We reden al 100 bij Stadshagen, inderdaad. Maar ja, we gaan het zien hoe ver we komen. Ik zie het vanzelf al. Ik laat gewoon die tractieschakelaar helemaal naar beneden staan. Dus gewoon vol tractie. En we kijken wel wat er gaat gebeuren, ja of nee. Ik ga na de scenario ook eventjes wat snel wat eten pakken. En dan kunnen we mooi verder naar het volgende scenario. Ik dacht in ieder geval om het om bij het volgende scenario in ieder geval het zuiden van Nederland te pakken. Even kijken wat voor scenario we nog daarop zouden kunnen rijden eventueel. Ja, Utrecht-Eindhoven misschien is wel een dingetje. Kijken of daar een intercity service voor is. Om van Utrecht naar Eindhoven heen te rijden in ieder geval. Voor mij zijn er best wel veel zinnen. Even kijken, ik vind het best leuk dat je vandaag een livestream doet. Lekker genieten, lekker niets doen. Ja, tuurlijk! Dat is toch het mooiste wat je kunt doen? Lekker niks doen. Al denk ik dat de kans wel aanwezig is dat wij nu ook gewoon die 140 weer gaan redden, hoor. Goeiedag, hé. Gek idee heeft toen zijn sneltrein geüpdate voor Eindhoven en Utrecht. Dat klopt inderdaad. Alleen was dat ook niet weer met een ICM. Ik probeer even zo min mogelijk dezelfde treinen te doen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, inderdaad, wel met ICM inderdaad, ja. Daarom ook. Oh, we rijden weer te snel. Oh my god, dat gaat minder zo snel, gek. Sprint tussen Eindhoven en Den Bosch. Ja, dat inderdaad, ja. Maar ik probeer alleen niet zoveel dezelfde treinen te pakken. Dus we kunnen nog de SNG pakken, we kunnen nog de Fleur pakken. In ieder geval, de enige treinen die we nu hebben gehad zijn de... Nu dus de Buffel en de ICM. Die hebben we al gehad. De ICE?
Voor mij in Nederland zou dat zelfs moeten kunnen, dacht ik toch. Die rijdt altijd vanuit Arnhem zo'n beetje naar Utrecht, dacht ik ook niet. Eindhoven-Utrecht is wel een mooie route, zeker wel. Ook een lange route, maar wel een hele mooie route inderdaad. Ting! Nou kijk, hartstikke mooi. Hebben we nog eventjes wat de honden moeten rijden. Nog eventjes wat meer diesel de lucht in gooien. Ja, we hebben de GTW ook gehad inderdaad. Wel een beetje een falende GTW, maar we hebben wel de GTW gehad. Zo, laten we de trein nu even lekker uitrollen. Ligt eraan of er een ICE-scenario is voor Utrecht? Nee, dat denk ik niet. En voor mij is het alleen het enige ICE-scenario wat ik in Nederland ken is volgens mij vanuit Arnhem naar, hoe heet dat? Vanuit Arnhem naar Utrecht. Crash-GTW, ja dat was het wel een beetje inderdaad, ja. Dat was een beetje een falender stream was dat. Ik vraag me trouwens alleen nog af of Chris ook een update gaat uitbrengen voor de Buffel. Om daar te switchen tussen ATB, EG en NG. Want met de vlucht kun je natuurlijk nu ook, hoe heet dat? Met de vlucht kun je nu ook wisselen tussen beide. Dan heb je de ATB, EG en de NG heb je. Ik ben benieuwd of je dat hier ook kan doen met, of je dat ook kan doen met de Buffel. Nou, als Emmerich dicht is, gaan ze via Eindhoven en Venlo naar Duitsland. Serieus, ja? Wist ik niet eens. Dat ze dan op die manier omrijden dan, hè? Kun je na deze route de Noordwest-Nederland nieuwjaarscenario rijden? Nee, die ga ik niet doen. We kunnen nog een Berlijn doen tussen Apeldoorn en Hengelo. Ja, dat kan inderdaad wel, ja. Zo'n Berlijn inderdaad. Als daar toevallig een scenariootje voor klaar ligt. Maar we zien wel. Ik ga eerst zo meteen even kijken op het zuiden van Nederland. Wilde op 2 april ICE spotten in Amsterdam. Ging mooi niet door in verband met werkzaam. Ah. Oh. Ja, dat zijn altijd weer dingen die altijd een klein beetje roet in het eten gooien, ietsje. Daar is niet altijd wat aan te doen, ben ik bang. De Almelo kan ook zeker. Tot een Almelo kan zeker, de Berlijnen. Even tuteren, want die grappenmakers rijden gewoon door, wedden. Hoe vaak moet ik nog tuteren? Met mijn hele positieve tutor. Nou ja, 100 punten, we rijden er doorheen. Sorry vriendjes. Ja, die ging door ons heen. Leuk. En nog eentje, bam, zo door ons heen. En doink, nog eentje weg. Nou. Het blijft doorgaan, of niet op deze manier? Hengelo, oh, oh. Hengelo. Volgens mij hebben ze lak aan het toeten. Ik weet het wel zeker. Daarom zegt dikke lak aan. Maakt ze allemaal niet uit. Toeten? Waarvoor? Geen idee hoor. Piep, 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 piep. Altijd leuk als het gepiep achter je aankomt. Julian doet het ook in zijn filmpje, wat?
Zo. Deurtjes open. Zijn we nu in ieder geval wel netjes aangekomen bij ons 1 punt. In vergelijking met ons vorige scenario.